Welkom, leuk dat je erbij bent in de backstage bar bij de Vrienden van Amstel in Ahoy. Straks komen de kroegbazen Nick en Simon langs en we hebben nog een leuk optreden. Dus top dat je erbij bent! Yeah! De Vrienden van Amstel Live. Super bedankt, Kimberly. Jeetje, echt precies twee vingers ook. Precies 3,5 vinger. Hey, hoe bevalt het om kroegbazen te zijn? Heel goed. Nou, gewoon dat is een privilege. Dat is een voorrecht. Als je een evenement hebt wat zo succesvol is met zo'n voorgeschiedenis. En wij zijn eigenlijk nog redelijk nieuwkomers. We zijn nog maar een klein gedeelte van die 19 jaar aanwezig bij de Vrienden van Amstel. En dan werden wij gevraagd om de nieuwe gastheren te worden. Ja, dat is gewoon echt fantastisch. Tof. En Matt Simons, you're the first international artist to join the show. How did it feel to be on that stage? What's up, Rotterdam? Oh, it's wild. I think it's what you guys would call neat normal. Let's hear it for Nick and Simon. There's a place I go to where no one knows me. No, it's not lonely. It's a necessary thing. Everybody got their reasons. Everybody got their ways. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. Wij gaan dus inderdaad wat samen doen met DigiDex. Of eigenlijk, ja, wij samen met jou. Ja. Niet jij met ons, wij met jou. Ja, dat is maar net hoe je bekijkt. Maar, ja. Ja, het is jouw nummer, het toch? Het is in ieder geval mooi samengaan. Ja, zeker. Dat is mijn track, maar nu met deze bazen. En met een rappende Simon erin. Inderdaad, ja. Kan je dat dan mee? Nee joh, doe eens. Ik ben geboren in de liefde, gevormd door 3. Maar ging mijn eigen weg, koos voor de muziek. En als de klok luidt, bouw dan een mooi feest voor mij. Zo eentje die doorgaat voor altijd. De Vrienden van Amstel Live. You make us cue.